Verder met de wet toekomst. Pensioenen. We gaan er eens even goed voor zitten. We hebben allemaal broodjes mee, slaapzakken, boeken om te lezen. Ik ben net begonnen aan Oorlog en Vrede, dus dat kan ik nu even uitlezen. Uh, want de heer Omtzigt gaat uh, doseren. En die heeft uh, 90 minuten spreektijd aangevraagd. Als ik dat 10. even. 110 is dat geworden. Uh, dus ja, daar wens hem uh, veel succes mee. En hij heeft ook licht be beelden meegenomen en, en dingen waarin hij gaat wapperen. Dus uh, 110 minuten omzicht. Het woord is aan u. Dank u wel, voorzitter. Meneer de voorzitter, vandaag behandelen we een wet van wellicht de grootste financiële omvang ooit hier. Dit wetvoorstel beoogt een heel nieuw pensioenstelsel te introduceren. Het verandert niet alleen de pensioencontracten voor iedereen naar de toekomst toe. En dat zou al een enorme operatie zijn. Nee, al het collectieve pensioenvermogen van de pensioenfondsen wordt opgedeeld in individuele pensioenvermogens. Zowel het vermogen dat wordt aangehouden voor de jonge 25-jarige deelnemer als dat voor de 90-jarige deelnemer die al in een verpleeghuis woont, wordt in een apart potje gestopt. Alle risico's worden daarmee expliciet bij het individu gelegd. En werkgevers zijn voortaan gevrijwaard van alle pensioenrisico's. Veel van de huidige gegarandeerde aanspraken worden omgezet in variabele pensioenuitkeringen. Uitkeringen die meebewegen met de economie. Jaarlijks gaat die omhoog of omlaag. Dat hangt af van de beurskoersen en de rentestanden. En dit alles zonder dat de mensen aan wie dit pensioen toebehoort fatsoenlijk inspraak hebben in de overgang. Om de situatie even helder te schetsen. Het gaat gemiddeld voor elke volwassen Nederlander... Op ongeveer 120.000 euro. En dit vermogen wordt omgezet zonder enige vorm van inspraak. En we weten op dit moment niet wie hoeveel krijgt. Zo'n grote operatie brengt enorme risico's met zich mee. De Raad voor de Rechtspraak heeft bijvoorbeeld tot twee maal toe heel hard gewaarschuwd dat de rechtspraak volledig kan vastlopen als de wet wordt ingevoerd. Dit als gevolg van de vele rechtszaken die gevoerd zullen worden. Mede omdat mensen simpelweg geen inspraak hebben op de vraag wat er met hun pensioenvermogen gebeurt en ook onmogelijk kunnen controleren in hoeverre hun pensioen voor en na de transitie goedbrekend is. Ook bij de uitvoeringsorganisaties is het wachten op ongelukken met de ombouw van ICT-systemen of met de callcentra. Ik zal u zo een voorbeeld geven. De tijdslijn is heel kort. Binnen vier jaar moeten pensioenfondsen over op een nieuw stelsel. En om u een voorbeeld te geven, de Belastingdienst kan de komende vier jaar helemaal niet, kan nog geen kleine belasting wijzigen. En het meest brisante, de parameters waarmee de omzetting in het nieuwe stelsel wordt berekend, moeten nog worden gepubliceerd en vastgesteld. De huidige parametersets, 600.000 simulaties, zijn totaal niet meer relevant. Die gaan uit van een gemiddelde inflatie van 2% en de inflatie komt nooit boven de 6% uit de komende 60 jaar. In 10.000 scenario's. Nou, u weet wel beter. En eigenlijk, voorzitter, zou ik u nu een plezier kunnen doen. Ik zou kunnen stoppen. Want waarom zou je een wet behandelen, een wet beoordelen die 1500 miljard herverdeelt zonder te weten wie wat krijgt? Dat is vragen om grote ongelukken en wel omdat de drie veiligheidskleppen die er normaal zouden zijn bij het omzetten van zo'n vermogen zijn weggehaald. Ten eerste is het parlement geblinddoekt. We kennen namelijk alleen de berekeningen op basis van fictieve scenario's waar de inflatie de komende 60 jaar niet boven die 6% uitkomt. En de nieuwe sets worden pas gepubliceerd na de stemmingen. Toch heeft de meerderheid van de Kamer in een hoofdelijke stemming, die ik speciaal daarvoor aanvroeg, het voorstel afgewezen om met de behandeling te wachten, totdat we inzicht hebben in hoe die pot verdeeld gaat worden. Ten tweede is er geen algemeen instemmingsrecht. Je zou nog kunnen zeggen, weet je wat, die parlementariërs die gaan over de principes, maar zolang elke deelnemer zelf mag zeggen of die akkoord gaat, is dat een andere veiligheidsklep. Ook die veiligheidsklep is verwijderd. De wet voorziet niet in algemeen individueel instemmingsrecht... En voorziet ook niet in algemeen collectief instemmingsrecht dat je een referendum organiseert bij je pensioenfonds of je akkoord gaat. Dus als u het niet eens bent met uw fonds, euh, nou ja, dan komen we straks bij de rechtszaken. Het derde probleem is dat het contract compleet wordt gemaakt. Dat betekent dat alles vooraf vast komt te liggen hoe vermogen wordt toegedeeld. Tot achter de comma wordt bepaald hoe risico's worden toegedeeld. Op basis van foute ook nog. Dat betekent dat de huidige veiligheidsklep, namelijk een onverdeelde buffer, die je kunt inzetten als een generatie totaal door het ijs zakt, verdwijnt. Al het geld is verdeeld. En ik zal u straks een voorbeeld geven. In zulke omstandigheden is het wetvoorstel op geen enkele manier rijp voor plenaire behandeling. Wat je ook vindt van de richting die dit zelfs op moet gaan. Denkt u eens na. Zouden wij in deze Kamer een belastingwet behandelen als wij de belastingpercentages niet kennen? Zouden wij in deze Kamer een wet op de arbeidsongeschiktheid of de werkloosheid behandelen als we niet weten hoe je de hoogte van de uitkering berekent? Maar dat is precies wat we hier aan het doen zijn. Bij de pensioenen, die de bestaanszekerheid van miljoenen Nederlanders op een wat oudere leeftijd moeten garanderen, vinden we het vandaag geen enkel probleem. En dan kijk ik met name naar de partijen de VVD, het CDA, D66, de ChristenUnie en ook GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Hoe kun je de behandeling op dit moment steunen? Je kunt het niet eens zijn of van verschil van mening hebben over de richting. Maar we hebben echt onvoldoende informatie. Want laat maar volstrekt helder zijn: ik ben niet per se tegen verandering. Verandering is nodig. Ik zie zelf ook dat het pensioenstelsel aan verbetering toe is. Maar deze majeure wetswijziging is echt alleen te verantwoorden als het nieuwe pensioenstelsel naar verwachting ook werkelijk een beter pensioen oplevert. Maar goed, ik heb eens even gekeken wat de doelen waren. Toen het pensioenakkoord getekend werd, hebben de minister, FNV, VNO-NCW en alle andere gezegd er zijn drie doelen van deze wetgeving. Het moet eerder perspectief bieden op een koopkrachtiger pensioen. Het moet een transparanter en persoonlijker pensioen opleveren. En het pensioen moet beter passen bij de arbeidsmarkt. Mocht u mijn interrupties gezien hebben, dan weet u al dat ik denk dat dat niet slaagt. Maar ik loop er toch even langs. De eerste doelstelling is dat de wet perspectief biedt op een koopkrachtige pensioen voor gepensioneerden. De uitkering kan wellicht bij de omzetting naar een variabele uitkering bij het begin omhoog, ook kan die voor een bepaalde categorie omlaag gaan. Maar omdat er geen garantie meer wordt geboden, uh, kan dat, want er is uh, eigenlijk veel minder buffer nodig. Maar daarna biedt de uitkering geen enkele directe bescherming meer tegen het inflatierisico. De uitkering beweegt domweg mee met de beurskoersen. En de minister heeft zelf uitgerekend dat gepensioneerden minimaal 50% in zakelijke waarde aandelen moeten beleggen om ook maar de 2% inflatieverwachting bij te houden. U weet wel wat nu 14% is. Of ze moeten dus enorm risicovol beleggen. Waarbij, zodra de beurs tegenzit, gepensioneerden dit direct voelen in hun portemonnee omdat de uitkering dan naar beneden moet worden bijgesteld. Tegen de gepensioneerden zeg ik u gaat nog terugverlangen aan de tijden dat uw pensioen jarenlang constant bleef en niet geïndexeerd was. Ook in het nieuwe pensioenstelsel gaat het nog steeds om het beschermen van de nominale uitkeringen, en dat zit de sturing op koopkracht in de wet. De doelstelling van een koopkrachtige pensioen wordt niet gehaald. En de recente berekeningen van het actuarieelbureau Confident laten ook zien dat dit jaar de pensioenen onder het nieuwe stelsel zouden dalen. En dat dat regelmatig zou gebeuren. Het pensioen zou heel erg op en neer gaan. En ik zou graag een reflectie van de minister op die berekeningen zien. Dan de tweede doelstelling. Het transparanter en persoonlijker maken van het pensioen. In het beoogde nieuwe pensioenstelsel krijg je geen uitkering meer toegezegd. Nu heb je een middenloonregeling en je krijgt elk jaar, kan die bijvoorbeeld aangroeien met 150 euro per jaar. Dus dat betekent dat je als je 40 jaar werkt, dat je dan uiteindelijk 6000 euro pensioen opgebouwd hebt. Nou, en dat wordt nog een beetje geïndexeerd tijdens de opbouw. Dan begrijp je redelijk goed welk pensioen, welke pensioentoezegging je krijgt. Maar nu heb je een persoonlijk pensioenvermogen. En daar worden jaarlijks een optel- en aftreksommetje uh, bij gedaan. En laten we gewoon eens even kijken hoe dat gebeurt. Ik heb de kassabon gepakt, want jaarlijks, en ik zal zorgen dat die straks want ja, groter dan dit mag niet, en dat grote scherm is er nog niet, voorzitter, wat je jaarlijks krijgt als overzicht. En dat is het volgende: je begint met het oude bedrag in je pensioenpotje, en daar komt een beschermingsrendement voor micro lang leven bij en een overrendement voor micro lang leven. Kort door de bocht, zijn er veel mensen meer verwacht overleden in het pensioenfonds dan verwacht? Dan krijgt u extra geld bij uw pensioen. Dus als uw collega's allemaal overleden zijn, dan krijgt u een paar euro extra pensioenstijging. Dan krijg je een beschermingsrendement voor het macro-lang leven en het overrendement voor het macro-lang leven. Dat is het volgende: Als de levensverwachting niet al te snel oploopt of daalt, en dat is de afgelopen twee jaar gebeurd. In de corona hebben we die oversterfte. Dat is nog een heel ander dossier. Dan heeft u daar plezier van, want er overlijden meer mensen dan verwacht. En dat is goed voor uw persoonlijke pensioenpot, want die pensioenpotten van die overleden mensen worden verdeeld over de rest. Dan hebben we een financieel beschermingsrendement, waarvan ik eerlijk moet toegeven dat ik zelf de berekening niet snap. Een overrendement. Dan gaat er van die overrendements bijdrage, gaat er een overrendements bijdrage aan de solidariteitsbijdrage van het potje af. En dan komt weer een aanvulling uit diezelfde reserve bij. U bent er nog, geloof ik hè? Dan gaat er een bijdrage af aan het minimaal vereist eigen vermogen en een bijdrage aan de operationele reserve. Dat wordt ook in mindering gebracht. Dan worden de kosten voor pensioen,beheer en vermogensbeheer weer een mindering gebracht. En dan is er nog een potje anders restant. Oh ja, en als laatste gaat van je potje op het moment dat je gepensioneerd bent, natuurlijk ook je pensioenuitkering af, dat is logisch. En dan eindig met je nieuw bedrag in je potje. Dit is hoe het pensioen inzichtelijker gemaakt wordt. Dit is niet een fictieve kassabon, dit is ontwikkeld door een aantal pensioenfondsen op basis van de nieuwe wet. En weet je wat het interessante is? Al deze regels zijn ook nog leeftijdsafhankelijk. Dus als u persoon die tegenover u op het bureau zit tien jaar ouder of jonger is, dan krijgt die andere rendementen omdat die een ander overrendement toebedeeld krijgen. U kunt het niet eens vergelijken met de mensen naast u. Mag ik een conclusie trekken of het pensioen inzichtelijker geworden is? Um, dan hebben we nog een tweede probleem. Het potje, daarvan zou u kunnen denken, dat is persoonlijker. Maar wat gebeurt er met die pot als u overlijdt? Als je niet in dienst bent op dat moment en je hebt niet vrijwillig het voortgezet, en ik kom er zo meteen op terug wanneer dat gebeurt, dan vervalt het pensioen aan de collectiviteit. Dus als u een partner heeft, u bent 55, u overlijdt, dan heeft u een overzicht gehad en dat kan uw partner nog zien in de papieren. Dan staat daar bijvoorbeeld in u had 200.000 euro in die pot zitten, want u bent aan het eind van uw carrière, dus die pot zit best wel vol. Die 200.000 euro die vervalt in die omstandigheid aan het collectief. Dat is dat overrendement van de kassenbond waar ik wat melig zei. Ja, dat is overrendement van het micro lang En dat betekent dat je geen enkele mogelijkheid hebt om dat persoonlijke pensioenvermogen over te dragen aan je partner op dat moment. Daar is dan op dat moment ook helemaal niets persoonlijks aan. En als je in het solidaire pensioencontract zit, dan mag je ook niet kiezen hoeveel beleggingsrisico je loopt. En daar kom ik straks nog op terug. Uh, het pensioenfonds mag voor jongeren beleggen met geleend geld. En als u denkt dat is een slecht idee, want we hebben hier ooit woekerpolders gehad. Dan zeg ik u, dit is een slecht idee om met geleend geld te gaan beleggen. Van de doelstelling van een transparant en persoonlijk potje worden in mijn ogen de voorwaarden niet gehaald. Dan hadden we de derde doelstelling uit het pensioenakkoord. Het moet beter passen bij de moderne arbeidsmarkt. Ook hier is nogal wat op aan te merken. Ik zie ook dat de gemiddelde burger flexibeler is en iets vaker van baan wisselt dan 50 jaar geleden. Het zou handig zijn als het pensioen hierop aangepast wordt. Zodat je niet overal verschillende pensioenpotjes hebt staan als je een paar keer van baan en van sector verandert. Maar er verandert helemaal niets met deze wet. Het wordt niet beter en ook niet slechter. Het blijkt zo dat als je van werkgever wisselt, je soms van pensioenfonds moet wisselen. En dan moet je in actie komen om waardeoverdracht te plegen. En ook de wijziging van de premiesystematiek geeft problemen. De collega's hebben er al op gewezen. Een week geleden gaf het College voor de Rechten van de Mens. Nog een keer aan dat het nieuwe pensioenstelsel, gegeven de huidige kenmerken van de arbeidsmarkt, namelijk dat vrouwen als zij tussen de 20 en 40 zijn minder werken, vooral vanwege zwangerschap, bevalling en zorg voor kinderen, dat zij eh, dan indirect gediscrimineerd worden. Waarom? Omdat het zwaartepunt van je opbouw in je jonge jaren ligt. En als je in jonge jaren niet hebt kunnen werken of minder hebt gewerkt, dan word je indirect gediscrimineerd. In de wet staat dat er voor gecompenseerd mag worden, maar niet hoeft te worden. Gebeurt het niet, dan kan deze categorie mensen naar de rechter stappen. En hetzelfde geldt overigens voor oudere werknemers. Dezelfde redenering. Er vindt indirecte discriminatie plaats en die is gewoon per wet verboden. En soms kun je compensatie krijgen. Maar als je die compensatie krijgt, dan krijg je die alleen zolang je bij je oude werkgever blijft. Nou, we hebben gezien bij de VUT wat voor een problemen dat gaf. Want als je bij je oude werkgever moest blijven, kon je dus niet meer van baan veranderen na je vijftigste. Um, voorzitter, um, de introductie van deze wet. We hebben een vraag van de heer Van Kent. Ja, dank voorzitter, want kan het ook niet zo zijn dat als je... Wel naar een andere werkgever gaat, je daar compensatie kan krijgen terwijl je nooit iets hebt bijgedragen aan de pensioenpot. Zit daar ook niet nog een probleem? Daar zit theoretisch een probleem. Maar ik vermoed dat werkgevers zullen proberen om ervoor te zorgen dat mensen die pas later bij hen binnenkomen en ergens voor gecompenseerd moeten worden waar ze, um, uh, waarvoor ze niet benaderd zijn bij dat specifieke fonds, dat ze zullen proberen om die uit die compensatie te houden. Of ze dat zal lukken, dat weet ik nog niet. En als iemand, er kort, iemand kort in dienst is, stel iemand is ingestroomd op 50 jaar en werkt er een paar maanden. En dan is het natuurlijk bijzonder ingewikkeld om te zeggen: jij wel en jij niet. Plus dat er dan uh, gecompenseerd moet worden, uh, 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 tel de werkgever vrij uitgaat. Dus ja. er is de mogelijkheid om het via premie te doen, maar dat. Zullen werkgevers ook proberen tegen te houden? En voor, en voor begrijp ik reden. Ja, de, um, de um, variatie die ik heb gezien voor de um, compensatie en ook voor het opdelen in de pensioenfondsen, die vond niet plaats op basis van hoe lang groepen in dienst waren. Terwijl juist dat geen net is hoeveel schade je als persoon geleid heb, geleden hebt. Dus als je bijvoorbeeld, zegt alle vrouwen van rond de 40 zou um, uh, iets extra zou geven uit die compensatie, zou je ook mensen die hun hele carrière gewoon gewerkt hebben, ook compenseren. En tot nu toe heb ik alleen uh, compensatie gezien op basis van leeftijd, maar niet op basis van arbeidsgeschiedenis en niet op basis van uh, geslacht. En uh, dat gaat allemaal buitengewoon ingewikkeld worden en daar gaan wij nog tientallen, honderden, duizenden rechtszaken over krijgen. Um, de introductie van deze wet kan dus de arbeidsmobiliteit van oudere werknemers in de weg gaan zitten. Ook als je even uit dienst bent, kan het zijn dat je geen dekking van het nabestaande pensioen hebt, en daar kom ik straks op terug. Of dat je per ongeluk drie nabestaande pensioendekkingen hebt vanwege meerdere baanwisselingen en omdat je geen actie hebt ondernomen waarbij de nabestaande pensioendekking ten koste gaat van de verschillende ouderomspotjes. Dus ook deze doelstelling van een betere aansluiting bij de moderne arbeidsmarkt zie ik niet goed van de grond komen. Hierop zou ik graag een reflectie willen hebben van de minister. Ik zie dus niet hoe de doelstellingen van de wet die aangekondigd zijn bij het pensioenakkoord gehaald worden met dit wetvoorstel. Maar ondertussen gaan we door met een wetvoorstel dat enorme risico's kent. En verschillende van die punten wil ik vandaag in meer detail doorlopen. Er zitten allerlei vreemde dingen in de wet, zoals het beleggen met geleend geld. En ik heb verzocht om een artikelsgewijze behandeling. De artikelsgewijze behandeling die staat in het reglement van orde van de Tweede Kamer. En een wet van meer dan 60 kantjes die kun je niet alleen in algemene termen behandelen. Die dien je per artikel te behandelen. We doen het niet meer, maar ik heb een les geleerd van toeslagenschandaal, toeslagenschandaal, waar we dat bij bepaalde wetten niet gedaan hebben, waarbij we hadden moeten uitdiscussiëren hoe de wet toegepast had moeten worden. Dat had problemen voorkomen. Dit gaat dus niet specifiek of iets fout of goed is. Maar wat daar precies staat en wat er bedoeld wordt. Um, en het, uh, ja, ik zal dat voorstel toch blijven inbrengen. Echt waar, doe uzelf een lol. Als een van die artikelen verkeerd staat, kan dat zomaar duizenden rechtszaken betekenen. Of heel veel mensen die op een manier benadeeld worden die wij nu nog niet kunnen zien. De heer De Jong, Voorzitter, een korte opmerking. Ik wil dit van harte steunen. De heer Omtzigt heeft helemaal gelijk. Het is de grootste hervorming in 100 jaar. 1500 miljard euro. Het heeft een gigantische impact. En of je nu een voorstander bent of een tegenstander bent, of je nu wil, wil dat het huidige stelsel wordt behouden of je wil over naar een volgend stelsel, dat moet helemaal niks uitmaken voor een ordentelijke behandeling. Heb je gewoon artikelsgewijze behandeling nodig. Dus ik wil dit van harte steunen. Ik hoop dat de coalitie het daar ook mee eens is, zodat we dat ook kunnen gaan bewerkstelligen. We, we blijven het doen totdat, de, uh, uh, totdat het daar is. En mijn hele inbreng is er ook op gericht om een aantal voorstellen te doen als men toch door wil gaan met die wet om hem beter te maken. En dat heb ik nu al een aantal maanden gedaan. En ik moet zeggen op één punt na, daar kom ik straks op terug, dat is namelijk de banden die aangebracht zijn rondom de VBA. Er is een ingrijpende nota van wijziging geweest die daar ook een, uh, best een redelijke oplossing voor biedt. Zijn er echt grote punten die blijven liggen in deze wet? En ik vind dat zonde. Ik begin even bij het invaren en het herverdelen. Ik begrijp de wens van de coalitie. Ik begrijp de wens dat je vanuit uitpoeringsperspectief zegt, ik heb liever niet twee parallele stelsels die 60 jaar naast elkaar functioneren. Dus dat de sociale partners en de regering zeggen, dit wil ik voorkomen, dat snap ik. Maar deze herverdelingsoperatie is massief. Als je 1500 miljard euro herverdeelt. En je gaat ongeveer 20 miljoen potjes creëren, want dat is wat ik in de CBS cijfers gevonden heb. De gemiddelde persoon zit al bij twee pensioenfondsen. Dan heb je een potje van gemiddeld 75.000 euro, maar dat kan ook zijn dat de ene 2.000 euro heeft en de ander 150.000 euro. Het zegt helemaal niks. Maar ingewikkeld, dat is het. Uitvoeringstechnisch een nachtmerrie. Ik zou het niet kunnen. En de route die voor deze verdeling genomen wordt is ook zeer problematisch. De deelnemers krijgen geen effectieve zeggenschap over het invaren en dus ook niet hoeveel ze uiteindelijk in een potje krijgen. Er is geen ledenreferendum bij de deelnemers. en Het overgrote deel van de deelnemers heeft geen instemmingsrecht. Dus de Tweede Kamer zegt straks: we hoeven de verdeelsleutel niet te kennen. Dat hebben we aan het begin gezegd. En we gaan gewoon door: invaren heet dat, van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel en het hele geld overbrengen. Dus wij stemmen straks en weten niet wie hoeveel krijgt. U heeft u van de afgelopen tien uur geen enkele collega horen zeggen met een voorbeeld... ...dit gebeurt er met die deelnemer. U heeft 700 euro, u krijgt straks 750 euro, maar die gaat harder op en neer. Waarom niet? Omdat niemand zo'n voorbeeld heeft kunnen berekenen. En dan zou je denken, dan kunnen de deelnemers het. Er is geen referendum. Ik heb een, ik heb een amendement ingediend om te zeggen... ...maak een referendum onder alle deelnemers... Er is geen algemeen bezwaar of instemmingsrecht. De deelnemers en de gepensioneerden staan buitenspel bij de grootste herverdelingsoperatie ooit. En dat is niet acceptabel. Um, wel komt er een hoorrecht bij de gepensioneerden, maar dat is geen wezenlijke zeggenschap. En vergeet niet, het gaat om het grootste of het enige grootste bezit van de gepensioneerden. En daar krijgen zij niets over te zeggen. Met de onbekende verdeelsleutel kunt u dus ook niet weten op dit moment wat er met dit pensioen gebeurt. Ik hoop die parameters aan het eind van deze maand te zien, en ik had dus willen wachten. Dat kan ook, want de inbrengdatum van de wet is uitgesteld tot 1 juli volgend jaar. En een paar weken wachten was toch niet te veel geweest. Dan hadden we gewoon die berekeningen kunnen zien. We weten dus niet wat ze krijgen en er is geen inspraak. Maar en zo worden we gerustgesteld. De wet bevat voldoende waarborgen. De transitie moet namelijk evenwichtig gebeuren. Dat staat in het wetvoorstel. Hiervoor zijn een tweetal maatstaven voorgeschreven waaraan getoetst moet worden. Dit zijn de voldoende waarborgen waar de minister over spreekt om te verzekeren dat iedereen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Daarom zou het niet nodig zijn om de verdeelsleutel te kennen. Alleen, ik begrijp niet hoe die maatstaven houvast kunnen bieden. De eerste maatstaf is het netto-profijtprincipe. Het oude stelsel en het nieuwe stelsel worden dan doorgerekend met gebruik van die duizenden economische scenario's die we over een aantal weken gaan kennen. Dit zou moeten laten zien hoeveel een persoon er op vooruit of achteruit gaat in het stelsel gemiddeld over die scenario's in vergelijking met het oude stelsel. Maar volgens mijn expertgroep zouden de berekeningen zomaar kunnen zijn dat de ene persoon er 100 procent in verwachte waarde op vooruit gaat en de andere maar 10% of er misschien wel iets op achteruit gaat, bepaalt niet evenwichtig. Deze uitkomsten zijn schroosgeef, omdat de minister, en dat snap ik ook, op het allerlaatste moment ervoor gekozen heeft, dat als er nu een reservering staat van 10.000 euro in je pensioenbod, dat je dan onder normale omstandigheden tenminste 95 of 100% van die reservering moet meekrijgen. Dat is logisch. Maar voor het netto profit als je in het verleden veel plezier gehad heb van een bepaalde regeling, kun je, je kunt niet en het een gelijk trekken en het ander gelijk trekken. En ik ben benieuwd hoe groot het maximumverschil mag zijn voor netto profijt. Um, de uitkomsten die zagen we ook bij de standaardmethode, want ook daar ga je 5% vermogen herverdelen, dan nog blijven de netto profijtplaatjes enorm evenwichtig. En ik wil dus weten of DNB en de regering standaarden hebben aangelegd wat evenwichtigheid is. Dan hebben we de tweede maatstaf, de verwachte pensioenen. En daar zie ik de afgelopen tijden enorm gevarieerde berekeningen. Soms gaan jongeren in de verwachting in één keer 80% op vooruit en gepensioneerden maar 2%. Dat klinkt niet heel erg evenwichtig. Ik weet wel hoe dat komt er wordt hier te hard geleund op economische en onbetrouwbare modellen. Daar kom ik later op terug. Maar ik wil wel aangeven dat wij niet gevraagd hebben om die blinddoek. Er zijn veel berekeningen gemaakt de afgelopen tijd. Maar die berekeningen, zoals ik eerder gezegd heb, die kunnen de prullenbak in. Met een stabiele inflatie van 2% en 600.000 gesimuleerde inflaties komen we niet boven de 6% uit. En die hebben we dus nodig voor de historische berekeningen. Maar het stomme aan dit geheel, voorzitter, is dat behalve de fictieve scenario's is er ook één scenario waarop ik al drie jaar vraag. En dat is het scenario dat zich de afgelopen vijftig jaar heeft voorgedaan. We hebben de afgelopen vijftig jaar een bepaalde economische ontwikkeling gehad. Die past niet in de modellen, daar zaten allerlei uitslagen in. Daar zat een hele grote beurscrisis in in 2001, 2002, 2003. Daar zat een eurocrisis in rond 2010, waar we banken genationaliseerd hebben. Daar zit nu de huidige energiecrisis in. En Die kunt u toerekenen aan het monetair beleid of aan de inval van Rusland, maar we hebben een enorme inflatie een enorm, en een oplopende rente. Wat? Had het pensioenstelsel de afgelopen 30 jaar gedaan als we het nieuwe stelsel ingevoerd hadden. En ik vraag dat, omdat ik een aantal dingen voor mogelijk houd en ik had ze graag doorgerekend gezien. Een van de dingen die we zien is dat op dit moment de rente heel hard oploopt. En dat betekent dat je met hetzelfde kapitaal in één keer heel veel meer pensioen kunt inkopen. Zou het zo kunnen zijn dat bepaalde mensen 20 of 30 procent meer pensioen hebben, afhankelijk van die ene pensioendatum? Omdat de beurs en de rente dan in één keer een stuk beter stond. Zou het kunnen zijn dat die pensioenen veel meer zouden fluctueren? En als ze meer zouden fluctueren, kunnen we dat dan nu weten? Want dan kunnen we misschien kijken of we een ander soort beleggingsbeleid eraan zouden kunnen plakken. Maar omdat we het niet weten en niet willen weten... Kan je geen afweging maken? En die weinige berekeningen die we uit het veld gezien hebben, die laten zien dat het in ieder geval heel veel volatieler wordt, dus heel veel meer bewegingen dan we gedacht hadden. Voorzitter, ik zal er gewoon een aantal concrete vragen over stellen. Erkent de minister dat bij de gebruikmaking van de standaardmethode met een maximum herteverdelen vermogen van 5% de nette profijtplaatjes op enorme onevenwichtige wijze en On enorme onevenwichtigheden wijzen en dat ook de verwachte pensioenuitkeringen dan erg onevenwichtig zijn volgens de berekeningen. Kan ze dus aangeven hoe pensioenfondsen en DNB hiermee moeten omgaan, aangezien dit de maatstaven zijn waarmee evenwichtigheid getoetst wordt. Dan hebben we die andere invaarmethode, de VBA-methode. Erkent zij dat als je minimaal 95% van de standaardregel moet meekrijgen, de netto-profijtplaatjes bij lagere dekkingsschade op enorme onevenwichtigheden wijzen en dat ook de verwachte pensioenuitkeringen dan erg onevenwichtig kunnen zijn volgens de berekeningen. En wederom de vraag hoe moeten de pensioenfondsen en de toezichthouder DNB beoordelen of er evenwichtigheid is. Erkent u minister dat gegeven bovenstaande de maatstaven voor de beoordeling van de evenwichtigheid geen of onvoldoende houvast bieden? En, denkt ze, en, en, en ziet ze niet dat het het risico heeft dat je daarmee bij het invaren en kom zo bij de juridische risico's kunt vastlopen. Ik zou graag netto profijtbrekeningen zien bij gebruikmaking van de standaardmethode en de VBA-methode op basis van de nieuwe regels voor verschillende voorbeeldfondsen met verschillende dekkingsgraden. En is de minister bereid om in de, transitie, de transitieperiode te verlengen? Zeker nu de ingangsdatum van de wet ook minimaal een half jaar wordt opgeschoven. En ziet de minister dan ook niet dat het geen nut heeft om bandbreedtes in de netto-profijtplaatjes aan te brengen, omdat het voor sommige fondsen simpelweg onmogelijk gaat zijn om binnen redelijke bandbreedtes te blijven, omdat ze ofwel zeer weinig vermogen mogen herverdelen bij de standaardmethode, ofwel 95% van de standaardregel moeten meegeven bij de VMA-methode, terwijl uit de berekeningen zou kunnen blijken dat de inclusieve warkmade een stuk lager zou liggen. En vindt de minister niet dat het principieel het meest juist is om deelnemers en gepensioneerden op zijn minst een collectief instemmingsrecht te geven? Over soms wel het grootste of één na grootste bezit. Ziet zij niet dat het dit gewoon noodzakelijk is om te garanderen dat de transitie voor iedere fondspopulatie evenwichtig gebeurt? Zeker omdat bijvoorbeeld fondsbestuur en DNB moeten toetsen aan maatstaven die geen of weinig houvast bieden. Voorzitter. Dan kom ik bij de mogelijkheden tot juridische chaos. De voorgestelde wet zit vol met juridische risico's en onduidelijkheden. Die zal enorm veel rechtszaken uitlokken, wat op zijn beurt zelfs kan leiden tot totale ontwrichting van de Nederlandse rechtspraak. En dat is niet een sprookje dat ik uit mijn duim zuig. Het is een waarschuwing die tot twee toe toegegeven is door de rechters zelf. Zij hebben gewaarschuwd dat de werklast als gevolg van deze wet mogelijk zo hoog kan worden dat zij het simpelweg niet aankunnen. De minister geeft aan na het eerste advies voldoende maatregelen te hebben genomen. Maar als ik het tweede advies lees, zie ik niet dat de rechters het daarmee eens zijn. En Toen haar gevraagd werd om een extra advies van de Raad van de Rechtspraak te vragen, gaf ze aan dat niet nodig te vinden, verwijzend naar het oordeel van de Raad van State. Maar het gaat toch niet zo zijn dat we hier letterlijk gewaarschuwd worden voor de ontwrichting van de rechterlijke macht, de hoeksteen van de rechtsstaat. En dat we niet een eindoordeel vragen of zij denken dat ze de werklast aan kunnen of niet. Voor het eerste juridische risico werd een week geleden wederom gewaarschuwd, en ik heb daar naar verwezen door het College voor de Rechten van de Mens: het indirecte onderscheid. Um, even kijken. Mocht de wet aangenomen worden, dan moeten ook alle pensioenovereenkomsten gewijzigd worden. Soms moet de. Soms moet de werkgever instemmen, soms niet. En ik ga je gewoon een voorbeeld geven waarvan alle dingen waarvan ik denk, daar gaan we rechtszaken over krijgen. En dan gebruik ik ook het lijstje mee wat we van de minister gekregen hebben. We kunnen rechtszaken. Verwachten over de wijziging van de pensioenovereenkomst. Dus u gaat nu van een middenloonregeling naar een beschikbare premieregeling. De eerste vraag is over of er wederzijdse instemming was. Werkgevers zullen wellicht proberen de wijziging door te voeren met een stilzwijgende instemming van de werknemer. Maar daarvoor is wel vereist dat de werknemer wel bewust stilzwijgend heeft ingestemd. Dat kan enorm veel onenigheid opleveren. Had de werknemer voldoende informatie, zeker gezien de ingrijpende gevolgen? Nou, wij hebben hem al niet als parlement. Heeft de werkgever alle mogelijke gevolgen wel voldoende inzichtelijk gemaakt? En heeft de werkgever ook nog eens de werknemer gewaarschuwd voor de risico die hij kan lopen? Was de informatie voldoende toegankelijk voor de werknemer en was het in begrijpelijke taal? En had de werknemer voldoende tijd om bezwaar te maken tegen de wijziging? Dan krijgen we rechtszaken over de vraag of de werkgever wel voldoende zwaarwegend belang heeft... Als hij een eenzijdige wijziging doet, ja, dan is dat een hoge toets. En een stelselwijziging op zich, weten uit de rechtspraak, is daar onvoldoende voor. We kunnen rechtszaken verwachten over het ontbreken van de instemming van de ondernemingsraad. Die instemming is altijd vereist als de pensioenovereenkomst niet in de CAO staat en er geen verplichtstelling geldt. We kunnen rechtszaken verwachten over het ontbreken van een redelijk voorstel van de werkgever. Als de werknemer niet wil instemmen, maar de werkgever de wijziging toch wil doorvoeren. In uitzonderlijke situaties kan dat, maar dan moet een heel aantal vragen eerst beantwoord worden. Had de werkgever voldoende aanleiding voor de wijziging? Is het voorstel van de werkgever gegeven de omstandigheden wel redelijk? En kan een redelijkheid van de werknemer verwacht worden dat hij met het voorstel instemt? Vervolgens hebben we natuurlijk het transitieplan, dat is namelijk dat oude invaren. En dan gaan we rechtszaken krijgen over het wel of niet verzoeken om in te varen bij de pensioenuitvoerder. Als de werkgever wil invaren, kan de vraag gesteld worden of dat niet onevenredig ongunstig was. Maar als de werkgever niet verzoekt om invaren, kan juist de omgekeerde vraag ontstaan: de rechtszaken over de berekening van de transitieeffecten. Voor de berekeningen moeten allerlei arbitraire aannames gemaakt worden. Bij elk van de keuzes kun je vragen stellen of ze redelijk waren. En heel belangrijk: de rechtszaken over adequate compensatie. En wat is adequaat als je een nadeel hebt? Is 25, 50, 75 of 90 procent adequaat? En kun je het überhaupt goed berekenen? En vergeet niet, die compensatie die leg je vast. Maar in de tussentijd tussen het plan maken en het uitvoeren kan zomaar een jaar verstrijken. En u heeft gezien dat de pensioenfondsen het afgelopen jaar, afgelopen jaar ongeveer 300 miljard zijn kwijtgeraakt aan belegd vermogen. Dus dan wordt je iets voorgespiegeld en dan krijg je in één keer 15 tot 20 procent minder. En in sommige gevallen zelfs 30 of 40 procent minder. Want vergeet niet, het netto vermogen voor een jonge deelnemer is de afgelopen jaar heel erg fors gedaald. Omdat de rekenrente waarmee dat wordt vastgesteld enorm gestegen is. En dat kan 30 tot 40 procent uitmaken. Dus dan heeft u aan het begin van de transitie een papiertje gehad waarop u zegt wij verwachten dat u 10.000 euro krijgt. En dan krijgt u een jaar later een briefje van u krijgt maar 7000 euro omdat we heel veel derivaten hadden. Nou, dacht u dat dat gezellig werd bij de afdeling P&O? Dacht u dat dat geen rechtszaken oplevert? We weten wel beter. Natuurlijk kun je rechtszaken gaan voeren over het voornemen tot collectieve waardeoverdracht. Over rechtszaken over het standaard invaarpad. Rechtszaken over de uitvoering van de collectieve waardeoverdracht. Rechtszaken over de transitieinformatie, de prognose. En de vastgestelde informatie, wat ik u net zei. U kreeg een prognose, daarop stond ik krijg heel veel. En als de rente stijgt, dan wordt dat minder. Um, en kun je dan rechten ontlenen aan je eerste informatiebrief? Ik had niet ingestemd als ik zo weinig zou krijgen. Er kunnen ook nog meer rechtszaken komen. En die zijn helemaal niet genoemd door de minister. Er kunnen rechtszaken komen over het hoorrecht aan de formele kant. Wat als, een, als er geen vereniging van gepensioneerde of gewezen deelnemers is opgericht? Is er dan hoorrecht? Of als het pensioensgrond tegenwerkt? De gepensioneerde of gewezen deelnemers kunnen dan een zaak starten op grond van een onrechtmatige daad. Uh, boek 6, artikel 162 van het burgerlijk wetboek. Maar ook aan de materiële kant. Want als er een advies ligt, maar het bestuur ligt dus naast zich neer, dan kunnen de gewezen deelnemers ook een zaak starten op grond van die onrechtmatige daad. Verder verwacht ik rechtszaken tussen het verantwoordingsorgaan en het bestuur... Bijvoorbeeld als het verantwoordingsorgaan negatief geadviseerd heeft, maar het bestuur besluit dan toch doorzet. Dan kun je naar de ondernemingskamer. Ik verwacht rechtszaken tussen de OR en de bestuurders. Rechtszaken over discriminatie van vrouwen, waarover het college van de rechten van de mens sprak. Rechtszaken over leeftijdsonderscheid, waarover ook het college van de rechten van de mens sprak. Rechtszaken over de houdbaarheid van de verplichtstelling. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Rechtszaken over het eigendomsrecht en rechtszaken over waarschijnlijk de onzorgvuldige wetgeving van de overheid. Voorzitter, ik doe het niet lichtzinnig dit voorlezen, maar ik zie hier enorme juridische gevaren bij de grootste overgang van rechten ooit in de Nederlandse geschiedenis. En dat doen we zonder vooraf instemming te vragen, dat doen we door hier nu wel of niet akkoord te gaan. Dat zal onvoldoende blijken, ga ik u zeggen. Die rechtszaken overigens over onteigening, dat eindigt bij het EVRM in Straatsburg. Dus dan zijn we 10 tot 15 jaar verder. Daar kom je bij als je bijvoorbeeld de helft kwijtraakt. Dan kun je ook nog naar het Hof in Luxemburg. Want ja, het recht op eigendom is wel vastgelegd in onze grondwet. Maar zolang het grondwettelijk hof hier nog niet is op artikel 14 van onze grondwet, ongestoord recht op eigendom, dan moet je naar Luxemburg of Straatsburg om dat te doen gelden. En het allerbelangrijkste risico is wellicht het risico dat de grote verplichtstelling... Wegvalt. En dat betekent dat pensioenfondsen niet meer die uitzonderingen over de marktpositie mogen hebben en niet meer verplicht zijn voor de hele sector. Bij het nieuwe zorgstelsel ging de, um, de regering naar de Europese Commissie om te vragen of het nieuwe zorgstelsel wel mocht. En ik heb gezegd dat zou je ook hier moeten doen, want je weet niet zeker of het, het houdt. Ik zou denken dat een regering die af en toe last heeft van een enkele stikstofuitspraak ondertussen echt zou begrijpen dat het opheffen van de grote verplichtstelling echt tot grote ellende in dit stelsel zou leiden. Mijn vragen die nog openstaan. Is de minister bereid om een extra advies te vragen aan de Raad van de Rechtspraak? Of, of het in het voorliggende wetsvoorstel nog voldoende waarborgen bevat om de ontwrichting van de rechtspra rechtspraak te voorkomen? De minister gaf in het WGO aan dat na invoering de werklast gemonitord zou worden. Maar wat doe je dan? Stel je voor dat de werklast enorm explodeert voor de rechtspraak. Nou, het opleiden van extra rechters kost jaren. En de overgang stopzetten is waarschijnlijk ook geen optie. Dus dan kun je wel monitoren. Maar ben je dan de ondergang aan het monitoren? Wat voor bijsturingselementen heb je dan? En denkt de minister niet dat het wel lastig is zo'n collectief instemming krijgt? He? Dat gaat gevechten opleveren. Maar op het moment dat de meerderheid van die deelnemers ja gezegd heeft, is er meer draagvlak, want mensen weten waarmee ze instemmen, en zal de rechter ook meer geneigd zijn om te zeggen, u heeft ermee ingestemd. Dus zorg nou voor die instemming aan de voorkant, dan heb je minder problemen aan de achterkant. En ik ben heel benieuwd hoe de minister aankijkt tegen het orde van het College van de Rechten van de Mens, dat het voorliggende wetvoorstel leidt tot discriminatie op grond van geslacht. En aangezien er niet verplicht voorzien is in compensatie dat het dus discriminatoire is, is zij bereid de wet op dat punt te wijzigen. Voorzitters, u kunt zich voorstellen dat de kosten van die rechtszaken hoog zullen zijn en u zullen uiteindelijk verhaald worden op de fondsen. Maar die kosten voor de rechtszaken die zullen in het niet vallen als een van de groepen in het gelijk gesteld wordt. Want stelt u zich voor dat de rechter vaststelt dat de verdeling van het geld onevenwichtig gebeurd is. Dan zal dat niet om een paar tientjes gaan. Dan zal dat in een fonds heel snel om honderden miljoenen of miljarden gaan. En die miljarden zijn er niet meer. Want die potjes zijn verdeeld. Er zijn niet die grote buffers meer. Want we wilden alles toedelen. Wat gaat er dan gebeuren? Loopt de staat aansprakelijkheid? Gaan we de potjes plunderen van de mensen die we die potjes al gegeven hebben en zeggen we gaan overal 10% afromen? Hè? Wat gaat er gebeuren bij een veroordeling? Ik weet het echt niet. En voorzitter, nu we het toch hebben over de kosten. Maar Eerst nog even een vraag van de heer Van Kent. Voorzitter, zou er een uh, mogelijkheid zijn, vraagt de heer omzicht dat uh, dan ook er sprake zou kunnen zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid? Als het gaat om het pensioenfondsbestuur of om een uitvoerder of... Uh, Lopen er ook straks individuen die nu belast worden met het uitvoeren van deze pensioenwet dat soort risico's, schat u in? Ja, weet je, ik vind dat een interessante vraag en een niet interessante vraag. Want op het moment dat er gecompenseerd moet worden, gaat het om honderden miljoenen en miljarden. En terecht heeft u net vragen gesteld over vermogensbeheer, of dat was de heer Nijboer, sorry. Uh, daar worden enorme sommen verdiend. In de pensioenfondsen is het echt als een keer een bestuurder te vinden die een duizend euro in de maand te veel verdient. Maar dat zijn sommen die in geen enkele vergelijking staan over de claims die er kunnen zijn. Dus ja, er kan een claim ingediend worden tegen de bestuurder op het moment dat hij, als hij het echt onzorgvuldig gehandeld heeft, grof naar later geweest is, dan kan hij aansprakelijk gesteld worden. Maar daar hebben we nog niks aan. Want, het zijn, want daar staan niet de, de villa's in het buitenland ofzo. Uh, voorzitter, voor de duidelijkheid deze vraag was ook ingegeven uit het risico die misschien uh, 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 gelopen zou kunnen worden door een pensioenfondsbestuurder. Dus het was ook niet ingegeven uit het idee van dat daar dan het geld gehaald kan worden om dit op te lossen. Nee, dan is het, dan is het antwoord het volgende. Tenzij de sprake is van zeer grove nalatigheid, namelijk je doet maar wat, ja, dan kun je hoofdelijk aanspraak gesteld worden. Maar de meeste gevallen zullen zien dat het pensioenfonds wel aansprakelijk is, maar de bestuurder niet. Dus aansprakelijk in de zin van u had het anders moeten verdelen. En dan moet het uit het fonds gehaald worden. Dan hebben we nog de kosten van het pensioenfonds, voorzitter. Vraag van de heer De Jong. Uh, voorzitter, dat we hier überhaupt spreken over het naar de rechter moeten stappen voor je pensioen. Dat is een grof schandaal. 2022, overgang naar een nieuw pensioenstelsel qua wet. En we praten hier over het naar de rechten gaan voor je pensioen. Het is echt verschrikkelijk. En dat is de heer Omzicht ook met mij eens. Nu heb ik gelezen dat um, DAS, verzekeringsmaatschappij of, of uh, advies, die heeft gezegd: van, joh, Je kan natuurlijk naar de rechten gaan. Maar dan moet je wel de kennis hebben. en ook de financiële middelen. om überhaupt naar die rechten te kunnen stappen. En dat ontbreekt natuurlijk ook heel veel mensen. Is de heer Omzicht het niet mee eens dat we iets zouden moeten regelen? Om ervoor te zorgen dat mensen die hier zometeen mee worden geconfronteerd, dat die hoe dan ook, zodra zij het gevoel hebben dat zij onrecht worden aangedaan, dat ook op min of meer kunnen aantonen dat we ze moeten kunnen helpen om die gang ook te kunnen zetten. Nou, ik ben daar iets minder bang voor. Um, en dat heeft te maken met het feit dat als er iemand benadeeld wordt, het waarschijnlijk een benadeling zal zijn van een grote groep. En dan zal er een groepsactie gestart worden. En... Als je in je eentje denkt, ik ben de enige die benadeeld wordt, en de benadeling van mij persoonlijk gaat om een relatief gering bedrag. Dan staan de juridische kosten al niet meer in verhouding tot de rechtsgang. Maar als een hele groep jongeren, slapers, gepensioneerden die actie onderneemt en dat gaat om duizenden mensen. Ja, dan is met een relatief geringe inleg een claim uh, daar neer te leggen. Dus ik ben daar niet het alle voor dat daar het grootste probleem met toegang tot het recht zit. Nou ja, goed. DAS geeft aan dat ze daar wel een risico zien. En uh, het zit mij meer in. Ik, ik begrijp natuurlijk dat als je een groep doet, dat het dan de kosten naar beneden gaan. Dat is logisch als je een grote groep doet. Maar het gaat om die stap daarvoor. Het gaat om die stap daarvoor dat je. Um, dan moet kunnen bepalen of je die stap wel gaat zetten. Zou het niet zo moeten zijn dat mensen de mogelijkheid krijgen, al dan niet in groepsvorm, om te toetsen of datgene waar zij uh, mee te maken hebben met pensioen, of die voldoet aan de verwachtingen die ze eerder hadden? Met andere woorden, het is voor mensen nu al niet te, niet te overzien of het pensioen wat ze nu zo direct uitgekeerd krijgen in het huidige stelsel, of dat is wat ze, ja, wat ze is beloofd en eerder. En zo, bij het nieuwe stelsel wordt dat alleen nog maar meer onzeker. En zouden we niet iets moeten optuigen om die mensen daarin te kunnen begeleiden? Of het nou is richting een grotere groep die die uh, rechtsgang opzoekt. Het gaat erom dat we mensen die buiten de boot dreigen te vallen, dat we die niet buiten de boot mogen dreigen te laten vallen, omdat het gaat om hun pensioen. Nou, dan zou je in de wet moeten vastleggen, en de minister heeft daar overigens een aanvang meegenomen, om ervoor te zorgen dat je bij de overgang kunt zien hoeveel er namens jou gereserveerd was en hoeveel er overgaat. Als dat duidelijk is in het wet en in de communicatie die naar de deelnemers gaat, dan denk ik dat het wel mogelijk zal zijn om te zien of je ernstig benadeeld bent. Zeker als je daar wat hulp bij zoekt om te kijken of je ook nog last hebt gehad van indirecte discriminatie. Of bijvoorbeeld er last van gehad hebt dat je in een, um, in een, niet in een premie had, maar in een, um, uh, een, een gestaffelde premie. Dus ja, ik, weet je, ik aarzel, erbij, ik aarzel erbij om tegen iedereen te zeggen... ...hier heeft u wat geld uit uw eigen pot... ...om daarmee zelf juridisch advies te vragen... ...om daarmee uh, uw pensioenfonds voor de rechter te slepen. Ik bedoel, ik ben heel bang voor ontwrichting van rechtszaken... ...maar zover zou ik ook weer net niet willen gaan. Nou, maar dat is ook niet wat ik, wat ik zeg, van hier, je hebt geld en uh, we gaan het regelen. Het zit mij erin dat er, voor zover ik kan beoordelen... ...nu niet iets is geregeld voor groepen mensen die op welke reden ook... Niet de mogelijkheid hebben om aan die rechtsgang mee te doen. En daar zit mijn probleem. Dat er iets moet zijn geregeld met deze wet, mm -hmm. uh, waarbij ze kunnen aanklopen voor, voor dat juridisch advies, bijvoorbeeld. En nu zie je dat vaak mensen die stap niet durven te nemen, omdat ze of de kennis niet hebben of de financiële middelen, of niet, gewoon overhaupt niet weten waar ze naartoe moeten. Is de om zich niet mee eens dat wij wellicht in de communicatie, of wellicht in de wet zelf nog niet iets moeten regelen om ervoor te zorgen dat die groep niet buiten de boot valt. En dan het enige wat ik zou kunnen bedenken, zeg ik tegen de heer De Jong, is dat binnen het verantwoordingsorgaan heb je de mogelijkheid om een zaak aan te spannen, ook als minderheid. En als de heer Jong zou willen dat die minderheid kleiner is, hè, want je hoeft dan geen meerderheid te hebben, dan zou je het op die manier kunnen doen. Maar ik zou het niet willen dat je, als, um, dat je elke persoon in Nederland die mogelijkheid uh, biedt. Dan, uh, ja, <laughs> ik bedoel, ik, ik ben er zelf ook niet van om het, uh, het, het rechtssysteem zelf om per te trekken, zal ik maar zeggen. Voorzitter, ik kom bij de kosten van de uitvoering. En die zijn enorm omhoog gegaan. Op dit moment is het stelsel zo dat er jaarlijks 42 miljard ingaat, 34 miljard uitgekeerd wordt en 14 miljard aan kosten gemaakt wordt. In goede jaren is hier een heel groot rendement. Maar in slechte jaren is dat rendement negatief en dit jaar is het enige honderden miljarden negatief. Dit kostenpercentage is veel hoger dan bijvoorbeeld het kostenpercentage in Groot-Brittannië bij de ECP-pensioenen. Dus ik blijf vragen, ik heb het eerder gevraagd, dus het is geen nieuwe vraag, is het niet mogelijk om dat kostenpercentage te maximeren? Je moet verplicht deelnemen. Waarom uh, moet je bij die verplichte deelname ook verplicht hoge kosten? kunnen maken. En ik kan genoeg um, academische artikelen aangeven die, die laten zien dat hoge kosten niet per se betekenen dat je hoge rendementen betaalt. Hoe kijkt de minister zelf aan tegen die kostenverhouding op dit moment tussen pensioenuitkeringen, pensioenfondsen? En wil de minister ze wettelijk begrenzen? Het antwoord was tot nu toe nee. Maar zou ze dan bijvoorbeeld ook kunnen kijken naar um, het vastleggen dat er een maximum is? En dat er met instemming van de deelnemers, als de deelnemers daar met z'n allen via het verantwoordingsorgaan van zeggen, dan mag u van afwijken, nou, dan wijk je daar van af. Maar ik vind het standaard wel een redelijke dat daar gewoon een maximum aan zit. Zeg 0,3% van het belegvermogen en gemiddeld 1,5% van de premie inleg voor kleinere fondsen, misschien nog iets meer, want ze hebben iets meer nodig voor de administratie. Maar dat kan. Voorzitter, dan kom ik bij echt wat ik een achilleshiel van het nieuwe stelsel vind. En dat is de leenrestrictie. Het opheffen van de leenrestrictie betekent dat je jongere generaties voor meer dan 100% mag blootstellen aan aandelenrisico. En dat betekent feitelijk beleggen met geleend geld. Vergeet niet dat ze in het solidair contract helemaal geen inspraak hebben of ze dit willen. Dus dit is geen persoonlijke keus, dit is de keuze van het pensioenfonds. Dat kan betekenen dat je na nou zeg vijf jaar verplichte premie inlegt, een, beurs krijg, een beurscrash krijgt. En dan kan er een negatief vermogen optreden. Het pensioenpotje is dan volledig verdampt. Er zit alleen nog een waarborg in de lage regelgeving dat het negatieve potje aangevuld moet worden tot 0 euro. De minister zei hierover het volgende. Ten slotte wil ik er ook nog op wijzen dat in de lage regelgeving geborgd zal worden dat deelnemers aan het eind van een kalenderjaar geen negatief persoonlijk pensioenvermogen mogen hebben. In de onverhoopte situatie dat beleggingsresultaten, beleggingstegenvallers bij een Hogere aandelen exposure dan 100% op enig moment tot een negatief persoonlijk pensioenvermogen zou leiden, moeten die vermogens vanuit de reserves aangevuld worden tot ten minste 0 euro op 31 december van het betreffende jaar. Wat zeggen we hier nu eigenlijk? We zeggen dat je jarenlang kunt inleggen, 10.000 euro kunt opbouwen in je pot, met 15.000 euro kunt beleggen en als de beurs instort dat je potje leeg is. Weet u wat dit met het vertrouwen van een in het pensioenstelsel doet. En voor de statistici onder u, al die modellen die, in de mo die gebruikt worden bij deze beleggingsresultaten, die hangen consequent af van de normaalverdeling van de beleggingsresultaten. Namelijk dat ze netjes allemaal daar zitten. Soms heb je plus 10 of plus uh, min 10. Maar je hebt eigenlijk nauwelijks hele grote uitschieters. Terwijl. Die staarten heel dik zijn. En ja, um, de collega van de fractie van Haga die heeft dat al eerder aan de orde gesteld. Die had het al over long-term capital management. Dat waren jongens die Nobelprijzen gewonnen hadden. In, twee, in 1997. Nobelprijzen gewonnen hadden voor de algemene evenwichtstheorie over hoe je optimaal kon beleggen. Geweldige. Ik zou hem kunnen afleiden, voorzitter, maar dan moet ik hier nog twee uur uh, extra hebben. En dat gaan we niet doen. Uh, ik stel u enigszins gerust. Maar in 1998, het jaar nadat zij de Nobelprijs gewonnen hadden, ging hun hedge fund, long-term capital management, failliet omdat hun modellen niet klopten. Nou, voorzitter, als Nobelprijswinnaars dit al niet kunnen, moet u niet denken dat wij dit hier in Nederland kunnen. Ze hebben overigens nog een poging gedaan om de Nederlandse markt te betreden in die tijd. ...dat is gelukkig niet zo'n heel groot succes geworden. Heer Efraim. Ja, ik wil de heer zich bedanken voor deze masterclass sowieso. Maar ik zit ook een beetje met mijn oren te klappen, want de dikke staarten... ...en dat de Black Swan veel vaker voorkomt dan één keer in de 10.000 jaar... ...dat weten we vanuit uit risk management, financial analysis, al een jaartje of twintig. Dus het klopt inderdaad dat ze van Leptukertose hebben, geloof ik, de dikke staarten... ...dat daar aan voorbij gegaan is. Maar het is gewoon basis. Dat klopt dus. Nou Ja, als je, als je uitgaat van 2% inflatie... ...dan ga je ook uit van normaalverdelingen. Mind my words. Als je naar de DNB-modellen kijkt... ...en ik weet nog steeds niet welke modellen de DNB gebruikt heeft... ...ik heb die vraag schriftelijk uh, gesteld... ...en die heb ik schriftelijk beantwoord gekregen... ...maar ik weet niet of daar nou staat dat het niet hoger is dan 150%. Dus ik zou echt heel graag willen weten wat het maximumpercentage is dat DNB in aandelen belegde. En alleen als je niet van dikke staarten uitgaat, dan heb je bij simulaties, loopt het allemaal rond. Ga je wel van dikke staarten uit, dan heb je in die simulaties dat iemand af en toe op de nul kijkt, komt. Dan moet je, je je simulatie openmaken en denken, ja, maar dan heb ik wel een politiek probleem. Maar dat doen we niet vaak nee. bij econometristen. Dus ja, ik denk dat dat gebeurt. Ja, ik, was dan, vroeg, ik was vroeger financieel journalist, maar wat zijn dikke staarten? Want dat ontgaat me een beetje. Ja, sorry hoor. Wie o wie? Voorzitter, uw tijd, uw tijd gaat nu in. Maar... Oh. Ik denk dat het goed Dit is een betekent. normaalverdeling, voorzitter, min of meer. En dikke staarten betekent. In een normaalverdeling is de kans dat je meer dan drie keer sigma van je gemiddelde. standaarddeviatie de afwijking van het gemiddelde. Standaard is niet zo heel groot. Ja, ja. En. Hier. Ja, voorzitter, ik ben ook eens in de modellen gedoken van de overstroming in Limburg. En daar werd ook uitgegaan gewoon van de standaardverdeling. En hij is niet standaard, die waterverdeling in de Maas. Dus dan heb je een model dat zegt: je hebt maar eens in de 200 jaar een overstroming. Maar omdat het gemiddelde wel klopt, want dat hebben ze echt wel goed geobserveerd, dat meet je. Maar wat niet klopt, is de variatie. De kans op grote extreme is vrij groot. Ook heel belangrijk bij klimaatmodellen, maar daar zal ik het kamerlid Bosma niet mee vermoeien, zeg ik maar. Maar Dikke Staarten wilde zeggen een, af, een, een afwijking van die, van die uh, standaarddeviatie. Dat wil zeggen dat gebeuren gebeurtenissen dat je de... die eigenlijk de... maar één keer in de 10.000 jaar zouden moeten voorkomen, in de praktijk veel vaker voorkomen, omdat de extremen niet worden gevangen door een standaard normale verdeling. Okay, ja. Ik had veel verwacht vanavond. Nee, maar ik, u moet zich ook wel een beetje. Uh, onze kijkcijfers die, die gaan echt naar beneden nu. Hè? Want... Voorzitter, ik zal iets op mijn website schrijven over dikke staarten. Ja, gezellig. Maar. <laughs> Waar komt de benaming vandaan, vraagt de heer van Kent? Die wil echt het naadje van de kous weten nu. Dat ja, ziet eruit als een, oh, een dikke staart. Ja, Dat dus is op zich niet zo heel lastig. Nee, ik bedoel. Ja. Dit heer, heeft helemaal niks met reptielen te maken. Dit de heer Efraim heeft, heeft nu ook met een met microfoon gesloopt, je, stel ik vast. Wat zeg je? De heer Efraim heeft nu ook een microfoon gesloopt. Het begint een <laughs> beetje uit de hand te lopen. Ik weet niet of u nog veel tijd nodig heeft, maar misschien... Nou, uh... ik denk dat we binnen één minuut hier wel mee klaar zijn. Het betekent, het betekent eigenlijk dat de kans op een extreem iets, en sommige mensen noemen dat zwarte zwanen, dat is misschien u wel bekend, dat die kans eigenlijk heel veel groter is. En dat heeft u misschien de afgelopen twintig jaar ook gezien. We hebben rond 2001, 2002 een crash gehad die eigenlijk in de modellen nooit voorkomt. In 2010 hebben we nog een keer zo'n heel groot evenement gehad. En ook nu zien we een oplopen van de inflatie. Dat als de inflatie gemiddeld 2% is, dan, ja, dan zit je helemaal buiten, buiten de grafiek. Dus dan zou het als het een normaalverdeling is nooit voorkomen. Maar dat is het dus niet. En, nee laat maar. Als je geen normaalverdeling hebt, dan werken je centrale limietstellingen niet. En dan werken dus ook je uh, verwachtingen niet helemaal. Dan heb je geen klap meer. Maar ja, ik had nog een vervolgvraag. Ik snap wel Sorry. dat dit. Uh, ja, weet je. Aan de heer Omtzicht. Uh, leverage en zeker in combinatie met een paar sappige derivaten. wordt dat ook nog begrensd? In het, ik, zo, uh, 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 de heer Omtzigt is veel beter in de materie ingevoerd. Dat geef ik onmiddellijk toe. Maar is er ook nog een grens gesteld aan het soort producten waarin belegd mag worden? Want het. Leverage en wat leuke derivaten. Nou, dan uh, word ik wel vermogensbeheerder uh, tegen een leuk percentage. Ja, u weet hoe dat werkt. En u heeft u leuk percentage ooit ook gehad. Eh, eh, collega, ik zeg het niet tegen de voorzitter, ik zou niet durven. Uhm, ik ga nu even door met mijn. Uh, uh, de, 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 ik ga even een stukje vo, verder uit mijn tekst halen. In Groot-Brittannië hebben we twee weken geleden bijna de inklapping van het stelsel gehad, omdat de langjarige rente heel snel steeg van 1% naar 5%. En daarbij hadden de Britse pensioenfondsen zoveel derivaten en zoveel renteafdekking, overigens heel veel meer dan de Nederlandse fondsen hadden, waardoor ze bijna kopje onder gegaan zijn aan die derivaten. Dat is wel degelijk een behoorlijk groot probleem. Er zijn goeroes die ze massavernietigingswapens noemen. Maar voorzitter, ik ga weer even terug. Um, een leeg potje, ook al is het bij drie mensen, is een totale vernietiging van het vertrouwen in het stelsel als je dit voordoet. Dus hoe zorg je ervoor dat dat niet gebeurt? En hoe zorg je ervoor dat we stoppen met dit um, uh, doorgeslagen model denken? Ook in het huidige stelsel zit een iets hogere dan 100% blootstelling, maar in het huidige stelsel is het echt wel onmogelijk dat je pensioen naar nul gaat als jongere. Ja, je pensioenrechten worden soms gekort, maar dit gebeurt dus niet. Het nieuwe pensioenproduct is dus vele malen risicovoller. Maar ook hier worden goede waarborgen beloofd, want beleggen met geleend geld moet wel passen bij de risicohouding van de jongeren. Die risicohouding laat zien hoeveel risico een jongere maximaal wil nemen. Maar deze waarborg blijkt toch niet zo effectief. De minister rekent zich in haar voorstellen rijk. Volgens de economische scenario's met geleend geld beleggen is altijd voordelig. Zelfs als het economisch tegen zit, zijn de uitkomsten volgens de modellen al, altijd nog beter dan bij beleggen zonder geleend geld. Iedereen gaat erop vooruit en je zakt dus niet door de risicohouding heen. Maar, en dat weten we echt wel sinds de aandelenlease-affaire, om maar zo te benoemen. Voelen we aan dat dit onverstandig is. Stop met deze modellen en zie onder ogen dat de leenrestrictie naar 100% terug moet. Voorzitter, de vragen aan de minister. Ziet de minister ook dat uit de berekeningen voor de risicohouding volgt of kan volgen dat beleggen met geleend geld altijd tot goede uitkomsten leidt? En wat denkt, dat de, wat denkt de minister dat het effect zou zijn als ook maar vijf jongeren zien dat hun gespaarde pensioenvermogen volledig verdampt is? Wat doet dat met het vertrouwen in het stelsel? Drie, deelt de minister de mening dat het onwenselijk is dat de individuele deelnemer geen directe zeggenschap heeft over het beleggen met geleend geld? En wij jongeren, tegen wie wij campagnes voeren over gokken, verplichten om met geleend geld uh, te beleggen voor het pensioen? Is de minister bereid om het opheffen van de leenrestrictie te verbieden in de wet toekomstpensioen? Of op een ander mechanisme te verzinnen dat het zich niet kan voordoen? En wil de minister aangeven wat dat maximumpercentage van DNB is? En als in 2001, 2008, 2010 of tijdens de coronapandemie iemand met 150 of 200 procent belegd zou hebben, zou hij dan ook door zijn hele potje heen gegaan kunnen zijn? En ik wil dus die precieze... Vraag beantwoord hebben. Hoeveel exposure in zakelijke waarde hadden de jongeren in de doorrekening van het DNB? En dat is heel belangrijk, want DNB gaat toezicht houden. En als zij dus in haar modellen daar al van uitgaat, dan hebben we ze een zeer risicovolle toezichthouder. En kan de minister ingaan op de vraag in hoeverre pech- en gelukgeneraties kunnen ontstaan op het moment van transitie? Dus net dat moment wat ik net zei, dat die rente. ...enorm gestegen is en dat het pensioenpot van die 25-jarigen gehalveerd is over een jaar. Hebben we dan te maken met een pechgeneratie? En in Kamervragen heeft haar voorganger, staatssecretaris Wiersma, aangegeven... ...dat de maximale exposure voor zakelijke waarde 150 procent zou zijn. Maar ik kan nergens dat percentage in de wet en regelgeving terugvinden. Dus uh, is die ergens, uh, heb ik hem ergens over het hoofd gezien? Dan weet ik ook waar ik moet amenderen, zeg ik er maar meteen bij. Um, voorzitter, de berekeningen zelf. De behaalde belofte was een koopkrachtige pensioen. En als je kijkt naar sommige berekeningen, dan zou je zeggen dat we dit doel wel gaan halen. Natuurlijk, ik heb de, um, al, ge al geschetst dat de huidige scenario sets uitgaan van een totaal andere economische realiteit. Dus zijn niet echt geldig. Maar ik ben nog even terug gaan kijken wat er de afgelopen twee jaar nou is voorgespiegeld. Ik heb gekeken naar de presentatie van de FNV, vlak voor het moment dat de leden in meerderheid instemden met het nieuwe stelsel. Ik heb de plaatjes uit die presentatie bekeken en daarin stond het volgende. De generaties zouden er van nu zouden er 3 tot 5 procent op vooruit gaan en de jongere generaties zouden er 10 procent op achteruit gaan. Dat klinkt ergens nog aannemelijk. Pensioen is, zoals hebben collega's al gezegd, inleg en rendement. En het kan niet zo zijn dat iedereen er overal op vooruit gaat als je met dezelfde pot geld en dezelfde inleg aan het beleggen bent. Maar in de laatste berekeningen die door fondsen op verzoek zijn gemaakt, op verzoek van de minister zijn gemaakt, ontstaan in één keer gouden bergen. Jongere generaties gaan er 30 tot 80 procent vooruit. En ook oudere generaties gaan er niet meer op achteruit. Maar met hetzelfde startkapitaal, waar komt dat geld vandaan? En soms zelfs met minder inleg. Als iemand mij dat kan vertellen, dan ga ik daar met de heer Efreim naartoe. Die weet hoe je daarmee om moet gaan. Nee, voorzitter. Dat, is het. Dat, dat doen we met de heer Nijboer. Want ja, die wil niet in Groningen blijven. Maar al die pensioenvermogens van ASR, die zijn natuurlijk in vrij tropische orde herbelegd. Daar zit het werkelijke vermogen. Anderen, zoals Egon, hebben het herbelegd in Canada. Dat is wat kouder. Voorzitter, er zijn zelfs scenario's van wel 500 procent. En een vooruitgang van 500 procent, ja, daar moet iets zijn met de onderliggende aannames. Dan hebben we het derde, en ik eh, kwam daar eerder al op. Het actuareel bureau Confident rekende door wat het stelsel gedaan had. En herkent de minister zucht dus in een achteruitgang van 3,5% als het zelfs zo er nu geweest was. Het pensioen van jongeren zou dit jaar dan met 40% omhoog gegaan zijn. Klopt dat ook? Het te verwachten pensioen wel te verstaan. Hoe kunnen wij nu zeker van zijn dat wij de juiste besluiten nemen... als we drie zulke totaal verschillende uitkomstenplaatjes krijgen die compleet haaks staan op elkaar... Volgens de minister en volgens de, regeer, volgens de regeringspartijen gaan we hier allemaal op vooruit, krijgen we een koopkrachtige pensioen. Volgens de vakbonden leveren de jongeren in. Wat is hier de waarheid? Voorzitter, ik haal dus maar mijn vraag die ik eerder stelde. Ik ga in ieder geval eens een keer een doorrekening laten zien op basis van wat er historisch gebeurd zou zijn. Voorzitter, ik kom op de risico's van nominaal sturen. En ik denk dat we historisch misschien echt een boot gemist hebben bij het vorige pensioenakkoord dat niet doorgegaan is. Als we toen op een reëel pensioen zouden zijn overgestapt, dan denk ik dat wij nu minder problemen gehad zouden zijn. Maar ook in de wet toekomstige pensioenen zouden we afscheid nemen van de risicovrije rekenrente. Maar die rekenrente speelt nog steeds een grote rol in de beoogde nieuwe wetgeving en het is in het nieuwe stelsel ook weer gekozen als de basis voor de omzetting van vermogen in pensioenuitkeringen. Het nieuwe stelsel stuurt dus gewoon nog steeds op nominale pensioenen, wat sturing op koopkracht volledig in de weg zit. Ook stuurt de beoogde wet toekomstpensioenen daarmee wederom aan het dichtzetten van het nominale renterisico. En vergeet niet, drie kwart van de verliezen van dit jaar, die al tot en met kwartaal twee 300 miljard bedroegen en waarschijnlijk nu meer zijn, zijn geleden op het renterisico. 300 miljard. We hebben hier discussies over minder in de Kamer, kan ik u zeggen. En ik heb hier al in 2014 een motie ingediend om te zeggen, stop nou met het excessief afdekken van het renterisico. Voor een jongere van 25 is het totaal bizar om het renterisico af te dekken. Die is niet geïnteresseerd of hij over 50 jaar een pensioen krijgt van 300 euro. Die is geïnteresseerd wat hij kan kopen voor die 300 euro. Dat is waar het hier om gaat. En we hebben in het Verenigd Koninkrijk gezien dat het vastzetten van al die risico's enorme risico's oplevert en niet dicht. De Britse centrale bank moest ingrijpen om de pensioenfondsen te redden. Dan kunt u zeggen wij hebben listrust niet, maar ook hier kan het gebeuren. En ik heb de minister in de wetgevingsoverleg gevraagd of hoe zij denkt over de gevaren van het VK. Die en of, um, en de minister heeft aangegeven dat de situatie in het Verenigd Koninkrijk niet vergelijkbaar is. Daarmee leek ze de gemoederen te sussen, maar op 20 oktober, de dag later, publiceerde de Nederlandse Bank de volgende quote: Door abrupte en omvangrijke rentestijgingen kwamen pensioenfondsen in het Verenigd Koninkrijk in liquiditeitsproblemen. Lees, ze moesten. Honderden miljarden aan onderpand verkopen omdat ze verlies leden op hun derivaten. DNB constateert dat de situatie in het VK in verschillende opzichten uniek is en dat Nederlandse pensioenfondsen momenteel geen liquiditeitsproblemen ondervinden. Tegelijkertijd onderstrepen de ontwikkelingen in het VK het belang van adequaat liquiditeitsmanagement door pensioenfondsen. In dat licht roept DNB fondsen op kritisch te kijken naar hun liquiditeitsmanagement, om zo voorbereid te zijn op scenario's met acute marktstress. DNB denkt bijvoorbeeld aan het evalueren van stresstesten die fondsen doen om te zien welke renteschokken ze kunnen opvangen. DNB blijft de liquiditeitsrisico's nauwgezet monitoren en zal haar in haar lopende toezicht aandacht blijven besteden aan liquiditeitsrisico's. Oftewel, ja... Wij hebben in Nederland niet gedaan wat veel Britse pensioenfondsen gedaan hebben, namelijk 100% renteafdekking. Dat klopt. Dus het gaat minder snel. Maar het kan wel. En waarom nemen wij dit risico? Want een, paar, een jaar geleden zouden we hier geen 1500 miljard gezegd hebben, maar 1800 miljard. En deze week ontvingen we nog een brief, ondertekend door meerdere hoogleraren, met de oproep om te stoppen met die nominale sturing. Zij wezen op de enorme gevaren die gepaard gaan met het verplichte rekenen op basis van de risicovrije rente. Zeker als je nog een beetje de inflatie erbij wilt houden bij de pensioenuitkeringen, is het belangrijk om niet te veel het renterisico dicht te zetten. Immers, inflatie en rentestijgingen gaan vaak samen. Als de rente stijgt, wil je van de rentestijging kunnen profiteren om ook indexaties en inflatievergoedingen te kunnen geven op de uitkeringen. Mijn motie in 2014 is afgewezen, maar ik breng hem weer onder de aandacht. Kunnen we ervoor zorgen dat het nieuwe stelsel een stukje van die hervorming van 2012 in zichzelf opneemt? Als u wilt doorgaan, alstublieft. Het huidige ECB-beleid. En mijn part vindt u dat u, dat u mijn kruistocht tegen die ECB mag u helemaal niks vinden. En dan geeft u, dan geeft u president Poetin van Rusland de schuld. Ik vind het allemaal best. Maar met inflatiepercentages van 14 tot 16 procent is het sturen op nominale pensioenen onzin. Je pensioen halveert elke vijf jaar in koopkracht. En de doelstelling van het hanteren dat je pensioen constant blijft, terwijl je binnen tien jaar driekwart van je koopkracht kwijt bent, is natuurlijk onzinnig. En natuurlijk hopen we dat, die, dat, die, dat, dat de oorlog afgelopen is, dat de gasprijzen naar beneden komen en dat het allemaal wat beter wordt. Maar je pensioenstelsel moet ook robuust zijn tegen een schok. En een schok, een monetaire schok met grote problemen in de Europese monetaire ruimte is een van de dingen die niet meer uitgezonderd kan worden. Sterker nog, wij krijgen binnenkort als commissie Financiën inzage in de scenario's wat er gebeurt als het misgaat met de euro. Die zijn volgens de minister compleet hypothetisch, maar toch. Ik heb er inzage in gevraagd omdat ze niet 100% hypothetisch acht. Is het stelsel bestand tegen zo'n schok? Ik zeg niet, houd iedereen 100% van zijn koopkracht. Dat is onmogelijk als zoiets gebeurt. Maak u zich daar geen enkele illusie over. Maar hebben we dan nog pensioenfondsen, is de vraag. Voorzitter, ik kom op een van de laatste thema's: het nabestaande pensioen. U had niet gedacht dat ik dat zou overslaan. Het nabestaande pensioen, voorzitter, in 1845 bij de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij, die zat hier niet zo ver vandaan. Was ze ongeveer het eerste pensioen dat werd ingevoerd? Het nabestaande pensioen werd ingevoerd als de kostwinner overleed tijdens zijn werkzame leven. En dat werd nog ingevoerd voordat er überhaupt nagedacht werd over een ouderdomspensioen. Het nabestaande pensioen en het arbeidsongezichtheidspensioen, meer een arbeidsongevallenpensioen, was eigenlijk een manier om ervoor te zorgen dat je toch nog een elementaire vorm van bescherming had. ...als het helemaal mis zou gaan. En het doel van het nieuwe nabestaande pensioen... ...is om schrijnende situaties zoveel mogelijk te voorkomen. En daartoe wordt het nabestaande pensioen ingrijpend hervormd. Alleen, we hebben helemaal geen doelstelling afgesproken. Wat vinden wij een redelijke dekking voor een nabestaande pensioen? En het nieuwe stelsel dreigt schrijnende situaties te creëren. En die schrijnende situaties, voorzitter... Die zijn het meest duidelijk als je overlijdt voor je 67ste. Dan kan je weduwe achterblijven zonder enige vorm van pensioen. En ik ga je laten zien hoe dat kan gebeuren. Als je een potje hebt en je werkt niet meer bij je werkgever, dan heb je nog steeds dat potje bij, die pensioen, bij dat pensioenfonds staan. Bijvoorbeeld omdat je. En dat kan ook gebeuren omdat je een ZZP'er bent en een jaar niet zo heel veel verdient, want dan zit je nog wel in het pensioenfonds, maar dan heb je geen risicodekking meer. Maar als die werknemer langer dan drie maanden vertrokken is en zich niet herverzekerd hebt, is er geen risicodekking. Als de werknemer ontslag nam om noodzakelijke mantelzorg te verlenen, is er geen uitkering. Liep het contract af voor een, bepaal, voor een bepaalde tijd af, geen uitkering. Belandde de werknemer in een ziektewet, de weduwe krijgt geen uitkering. Belanden de werknemer in de via vanwege arbeidsongeschiktheid. Dan krijgt de wedeel niet altijd een uitkering. En sommigen vonden ze wel. En voldeed de ex-werknemer niet aan de sollicitatieplicht in de WW, dan is er geen uitkering. Dan heb je geen risicodekking, ik kom zo terug op risicodekking is. En het potje, die 200.000 euro, die gespaard is, want we hebben het hier gewoon heel vaak over mannen van boven de 55. Dit is niet een genderneutraal issue. Vrouwen zijn het sterke geslacht, dus die blijven langer leven. En mannen zijn meestal iets ouder bij het huwelijk of bij het partnerschap. Dus als er iemand overlijdt, is dat veel vaker de man dan de vrouw. Dus daarom heb ik hier ook niet politiek correct gehandeld, zal ik zeggen. Alleen die 0 euro die zit mij dwars. Want ik heb die kassabon laten zien: de micro sterfte overwinst. Die al die andere mensen in dat pensioenfonds bijgeschreven zijn, dat is dit. Dat is dit potje dat vervalt en verdeeld wordt over alle andere potjes. Mijn vraag is, willen we dit nou? Dit is het tegenovergestelde van wat we in 1845 deden bij de oprichting van het eerste pensioenfonds. Toen gingen we namelijk rond met de pet om ervoor te zorgen dat die weduwe niet achterbleef. En nu doen we precies het omgekeerde. En er is een makkelijke oplossing en die heeft Net ook laten zien. Zorg ervoor dat dit geld altijd beschikbaar komt voor een nabestaande pensioen en zorg ervoor dat de rest van het risico gedekt wordt door een risicodekking. Ja, dat is niet gratis. Dat betekent dat er minder overrendement op microleven gemaakt wordt in de pensioenpotjes. Dat klopt en dat vind ik wenselijk. Ik vind het onwenselijk dat je de zwakste in de samenleving laat vallen in een pensioenstelsel. Doe het niet. Ah, ik heb dezelfde lijm als iemand bij Op1 gebruikt. <tacht> um, wat ook kan, is het tegenovergestelde. Als u niet al te hoog inkomen heeft dan, en u overlijdt vlak voor uw pensioendatum en u bent nog wel in dienst, dan kan uw pensioen in één keer vier keer zo hoog zijn als wanneer u niet in dienst bent. En dat is misschien handig voor de tijd totdat u 67 bent, want dan krijg je de AOW. Maar daarna is deze uitkering enigszins aan de hoge kant. Dit kost heel veel risicokapitaal. Maar wat we hier dus vooral zien, wat, wat ze um, vooral zien, is dat, uh, dat er niet nagedacht is. Je wilt dat totdat de weduwe de leeftijd van 67 bereikt, er een vorm van pensioen is die wat hoger is. En daarna kan die wat lager zijn omdat die AOW erbij in zit. En dit is precies omgekeerd op dit moment. Dit hoeft niet af te hangen van elkaar. Laten we dit nou goed regelen. Dus ook al of u voor of tegen dit pensioen bent, deze pensioenwet bent, dit zou ik graag goed geregeld zien. Voorzitter, het positieve is al. Dit was de laatste die ik u laat zien. Tenzij ik wat dikke staarten moet laten zien. Voorzitter, erkent de minister. Dat het een schrijnende situatie is als een deelnemer onvrijwillig zijn risicodekking verliest, waardoor de weduwe geen recht heeft op een nabestaande uitkering. En ik heb daar nog even voor, want een van de antwoorden van de minister waarover ik zelf heel erg verbaasd was. Ik had de vraag gesteld: Bent u bereid om aan een weduwe uit te leggen dat als ze geen nabestaande pensioen krijgt omdat haar man niet verzekerd was in de maand voor het bereiken van de Algemene Ouderdomswet, dat de pensioenpot van fictief 300.000 euro aan het collectief vervalt... en zij zonder enige vorm van bescherming achterblijft voor de rest van haar leven... en dat wanneer hij een maand later geleefd zou hebben... de pot beschikbaar geweest zou zijn voor de aankoop van een levenslang nabestaande pensioen voor die weduwe. Dan is het antwoord van de regering... het vervallen van het opgebouwd pensioenkapitaal... aan het collectief bij overlijden van de deelnemer voor pensioendatum... is een gebruikelijke uitvoeringspraktijk. Nou, als die gebruikelijk is, dan moeten we dat maar eens gaan veranderen. Dit pensioenvermogen wordt een onderdeel van het pensioencollectief. Ja, dit is zoiets als ik zeg, wij hebben hier een pensioenfonds, zeg willekeurig 150 leden. Ik neem afscheid en overlijd na mijn afscheid. Dan krijgen al die 150 kamerleden extra geld bijgeschreven op hun pensioenrekening en dan blijft mijn weduwe met helemaal niks achter. Dat is wat hier staat. Omdat het pensioenvermogen dan onderdeel wordt van het pensioen collectief. Ze zijn dan solidair. Ik zou graag zien dat er enige solidariteit zal zijn met de achterlevende achterblijvende nabestaande voorzitter. Is de minister bereid conform de doelstelling van de wijziging van het nabestaande pensioen deze schrijnende situatie weg te nemen door het mogelijk te maken om dit soort situaties het persoonlijk pensioenvermogen aan te wenden om toch een nabestaande pensioen te financieren in plaats van dit vermogen te laten vervallen aan het collectief? Dan maak je het trouwens ook daadwerkelijk persoonlijker. Acht u minister het soms enorme verschillende levenslange uitkeringsverhoogte bij het vlak voor of na het de pensioendatum overlijden, uitlegbaar. En is het niet beter om te zorgen dat het totale inkomen uh, constant gehouden wordt? Ziet u minister ook het risico op fiscaal bovenmatig pensioen in de periode voor pensioendatum, wanneer een dekking wordt voortgezet en de deelnemer vervolgens bij een andere werkgever ook een dekking heeft voor het nabestaande pensioen? En klopt het dat artikel 18d van de wet op de loonbelasting enkel ziet op het moment van pensionering en dus geen oplossing biedt bij fiscale bovenmatigheid in de periode voor pensionering? Voorzitter, pensioenwetgeving is buitengewoon ingewikkeld. Ik zie het al, ik heb het niet goed uitgelegd, dus het is buitengewoon ingewikkeld. En ik ga de vergelijking maken van het eerste stukje van het pensioenakkoord. Dat was wat iedereen dacht dat eenvoudig was, namelijk nou dat je 10% van je pensioen. Eenmalig mocht opnemen bij, uh, uh, bij pensionering. Dat was een kort wetje. Daar is wel een aantal uren over gedebatteerd. En aan het eind ontdekte ik twee grote problemen. Het eerste grote probleem was dat die eenmalige uitkering <coughs> anders belast werd als je in januari geboren was dan wanneer je in december geboren was. Dat klinkt raar, maar dat had te maken met de geboortemaandproblematiek, Want in het jaar dat je. AOW krijgt, dan als, dat aan het, als je aan het begin van het jaar begint met de AOW, dan is het belastingtarief wat lager omdat je geen AOW-premie meer betaalt. Krijg je het aan het eind, is je belastingtarief een heel stuk hoger. Dat kan 20% belasting uitmaken. Dat is natuurlijk een uh, dat, nou ja, schending van artikel 1 van de grondwet om mee te beginnen, want in gelijke gevallen moet je gelijk behandeld worden en in januari of februari geboren worden is een gelijk geval voor de rechter, kan ik u verzekeren. Het is met iets buitengewoon ingewikkelds opgelost, wat nu nog teruggedraaid gaat worden met nota van wijziging. Het tweede probleem is dat toeslagen niet uitgezonderd werden. En dat betekent dat mensen met een laag inkomen, die veel van toeslagen afhankelijk zijn, die op dit moment te maken hebben met een marginale druk van 70 tot 80 procent, wel 10.000 euro uitkering zouden kunnen krijgen. Maar daarvan aan belastingen en toeslagen 7.000 tot 8.000 euro moesten terugbetalen. Het Nibud heeft gezegd, dit doe je niet, daarmee vernietig je het. Tot nu toe is het wetsvoorstel nog steeds niet ingegaan, want we zitten al twee jaar te kijken hoe we het moeten repareren. Dit was het meest eenvoudige stukje voor iedereen van het pensioenakkoord. En zelfs dat lukte niet. Moet u nagaan wat hier gebeurt. En de reden dat ik dan ook graag de artikelsgewijze behandeling had gehad, is dat er tientallen van dit soort problemen in deze wet zitten. En een groot aantal van deze problemen, eh, collega's, is ook nog redelijk oplosbaar. Het is niet zo dat het allemaal niet oplosbaar is, maar je moet de tijd ervoor willen nemen. Om een voorbeeld te geven wat we niet behandeld hebben, artikel 22G van de pensioenwet, de individuele waardeoverdracht. De huidige wet voorziet wel in rekenregels voor premieregelingen, maar geen passende rekenregels voor de nieuwe contracten. Hoe moet een actuarieel gelijkwaardige overdrachtswaarde bepaald worden bij een inkomende waardeoverdracht naar het sociaal kader? Dat weten we niet. Artikel 3 van het vrijstellings- en boetebesluit van wet BPF, de dispensatieverplichting. De hoogte van de te betalen premie is bepalend voor dispensatieverzoek. Dat is dus als je niet mee wil doen met zo'n groot pensioenfonds, maar zegt ik doe het beter als werkgever, ik wil het apart doen. Hoe gaat zo'n dispensatieverzoek worden beoordeeld als een werkgever een pensioenregeling sluit met een hogere premie dan bij dat bedrijfstakpensioenfonds, maar in het flexibele kader, zonder die risicodelingsreserve zit, in plaats van in het solidaire kader? Is het anders als er wel sprake is van een risicodelingsreserve? Het ontwerpbesluit tot wijziging van de besluit toekomstpenssioenen geeft wel een overgangsregime voor bepaalde vrijstellingen, maar lang niet alle dispensaties worden daardoor geraakt. En een aangepaste regeling vrijstelling wet BPF 2000 is nog niet bekend, maar het werkgever zit er nu al met deze vragen. En als er een beetje tegen zit, raakt dit probleem waarvan u denkt, waar heeft hij het over? Ongeveer 800.000 werknemers in Nederland. Artikel 220 HA, en artikel 220 HB, de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De huidige groep arbeidsongeschikte heeft recht op premievrijstelling conform huidige afspraken. Ja, dat zijn dus mensen die zijn, bijvoorbeeld gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt. Die hebben nog recht op een voortgezette pensioenopbouw, maar die hebben geen werkgeversrelatie meer, werknemers-werkgeversrelatie meer vaak met de voormalige werkgever. Hoe ziet die pensioenopbouw het hoofd van de premievrijstelling eruit? Als die uitgaat boven de fiscale maxima van deze wet bijvoorbeeld. Artikel 150f bij de pensioenwet. Adequate compensatie. Over adequate compensatie zijn meerdere vragen gesteld. Maar na de derde nota van wijziging, u weten wel dat is die hele dikke nota van wijziging waarover we geen vragen mochten stellen, moet dat een heel andere vorm gaan krijgen die tot compensatie. Want je hebt die banden. Op zich ben ik voorstander van die nota van wijziging. Laat er geen misverstand over bestaan. Maar pensioenfondsen hebben na de note van wijziging erg weinig ruimte om met het fondsvermogen over te gaan tot compensatie van de afschaffing van de doorsneefsystematiek. Wat zijn de effecten van de ingebouwde bandbreedte op de compensatie die ze moeten geven? Artikel 150e van de pensioenwet het berekenen van de transitieeffecten. In dit artikel is opgenomen dat de transitieeffecten inzichtelijk gemaakt moeten worden aan de hand van netto profijt en verwachte pensioenuitkomsten. De uitkomsten van deze maatstaven zijn totaal anders na de laatste nodige wijziging, die derde. Maar we hebben niet de ruimte gekregen om daar nieuwe berekeningen over te krijgen. Is het begin van de bandbreedte bijvoorbeeld überhaupt nog wel mogelijk om evenwichtige netto profijtplaatjes te krijgen? En daarnaast hebben we ook nog geen berekeningen gezien over de netto uitgesplitst aan deelnemersgroep. We hebben bijvoorbeeld geen netto specifiek voor slapers gezien, terwijl die berekeningen dadelijk wel gemaakt moeten worden. Nog een heel belangrijk is uh, artikel 1 van de pensioenwet. Wat is de definitie van de solidariteits- en de risicodelingsreserve? Die staat namelijk enkel toe om financiële tegenvallers te delen met toekomstige opbouw, maar de fondsen willen dat onder meer gebruiken om nominale kortingen van gepensioneerden tegen te gaan. De definitie lijkt dus helemaal niet toe te staan. Is het nu wel toegestaan of niet toegestaan? En moet de definitie worden aangepast ook voor de risicodelingsreserve? En als deze definitie zal fout zijn, waar zit er dan nog meer fout in de wettekst? Het netto-pensioen blijft bestaan, voorzitter. De huidige netto-regelingen zijn, gezien de gekozen opzet, altijd flexibele contracten. Betekent dit dat netto-regelingen in de nieuwe stelsel ook per definitie flexibele contracten zijn? Zo niet is het logisch dat netto-loon, dus na belastingheffing, wordt herverdeeld. Iemand heeft dan belasting betaald over geld wat diegene nooit gaat krijgen, of geen belasting betaald over geld wat diegene wel netto ontvangt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. En dan hebben we nog het beginsel van geen premie, wel recht. Ook daar hebben we recentelijk weer vragen over gesteld. Um, hoe moet worden bepaald op hoeveel rendement deelnemers recht hebben in bijvoorbeeld een flexibele regeling met beleggingsvrijheid? Moeten we dan met terugwerkende kracht gaan vaststellen voor welk beleggingsprofiel een deelnemer had gekozen? De vraag is hier dus. Um, je, had een, je, je werkgever heeft geweigerd mee te doen in een verplichte pensioenregeling. Um, dan heb je volgens deze wet toch een pensioenaanspraak? Nou. In het collectieve contract weten waar je recht op hebt, want iedereen heeft hetzelfde beleggingsprofiel. Maar in het individuele contract, als je de drie laar later achterkomt, ja, welk, wat neem je, dan? neem je dan? Mag je dan met terugwerkingkracht denken, nou, ik weet wat de rendementen de afgelopen drie jaar waren, dus ik kies het leukste? Niet helemaal eerlijk naar de rest, zal ik maar zeggen. En hebben we dan ook recht op biometrisch rendement, namelijk de mensen die. Doodgegaan zijn in de tussentijd, heb je dan, dan met terugwerkende kracht recht op. Die punten zijn gewoon onduidelijk. Voorzitter, ik had deze lijst wat langer kunnen maken, maar ik uh, dacht ik ga op tijd naar bed gisteravond. Maar dit is wel het belang van artikelsgewijze behandeling. En die artikelsgewijze behandeling die wil ik met liefde op een zaterdag doen, die wil ik met liefde in een wetgevingsoverleg doen. Dat hoeft hier niet in de plenaire zaal. Dat is het technische werk waarvoor wij als Kamerleden gekozen zijn. En dan zal de even. Dingen weten over de derivaten. En dan zal de heer Nijboer hele zinnige dingen kunnen zeggen over solidariteitsreserves samen met de heer Kent. Iedereen heeft daar zijn specialiteit. We moeten ook niet alle twintig op elk artikel gaan reageren. Maar die dingen die moeten nagelopen worden voor zorgvuldige wetgeving. Want het vraagstuk van de individuele waardeoverdracht bijvoorbeeld. Straks hebben we het oude stelsel, het nieuwe stelsel en de rest zit in de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. We hebben helemaal geen idee hoe industriele waardeoverdracht gaat. Geen idee. Ik niet in ieder geval. En wat moeten we doen met die. Nou ja, ik heb hier een hele lijst vragen. Voorzitter, deze wetgeving is niet zorgvuldig behandeld. En dit gaat om misschien een van de laatste grote privatiseringen van Nederland. Voordat uiteindelijk het neoliberalisme tegen de muur knalt. We hebben de zorg geprivatiseerd, we hebben de energievoorziening geprivatiseerd en we weten ondertussen welke problemen we daarmee gehad hebben. Ik zei een van de laatste, want als de VVD door mag gaan, zal zij ongetwijfeld ook de sociale woningbouw nog een keertje privatiseren. Maar de privatisering is enorm, het is de grootste die ik mij kan bedenken. En als bijvoorbeeld de grote verplichtstelling vervalt, dan ontstaat er een speelveld van 1500 miljard of minder als we iets verloren zijn of meer als het goed gaat. Voor verzekeringsmaatschappijen uit de hele wereld. En die zullen dit pensioengeld ergens anders onderbrengen. En ik zeg u dat in andere landen er niet op goed opgelet is bij dit soort operaties. In Australië is er een vorm van een parlementaire enquête geweest na zo'n operatie, omdat er veel te veel geld in rekening gebracht is. De kosten waren niet gemaximaliseerd. Denk goed na voordat je zoiets wil doen. Want anders zullen collega's van ons over tien jaar hier een parlementaire enquête over gaan houden. Voorzitter, ik eindig met een kleine, maar kleine woorden. We weten een heleboel niet, we weten niet eens wat het maximum premiepercentage wordt. We kennen de nieuwe um, scenario's niet. We weten niet wat de dekking voor het nabestaande pensioen zal zijn. We weten niet hoe het pensioenvermogen verdeeld gaat worden. We weten niet of de rechtelijke macht aan zal kunnen. We weten niet of het eigendomsrecht geschonden gaat worden. We weten niet of de verplichtstelling houdbaar blijft. En we weten een heleboel niet. We weten wel dat jongeren het risico lopen om met lege potjes te eindigen. Dat er weduwen zullen zijn die vanwege de risicodekking nul euro nabestaande pensioen zullen krijgen. We weten dat er gepensioneerden zullen zijn die direct gekort worden als gevolg van de transitie. En we weten dat deelnemers geen enkele zeggenschap zullen krijgen over de wijziging van hun grootste of enig grootste bezit. We weten dat de kosten de afgelopen jaren de pan uitgerezen zijn, maar niet gemaximeerd worden. En we wezen dat het nieuwe stelsel blind op modellen. We hebben gezien dat een eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen niet goed onderbouwd is. We hebben gezien dat het pensioen met die kassabon waar ik mee begon niet transparanter wordt, maar ook niet persoonlijker wanneer je het echt wilt. Namelijk wanneer je overlijdt. En we hebben gezien dat het niet slechter past bij de arbeidsmarkt, dat moet ik onmiddellijk toegeven, maar er ook niet veel beter van wordt. Voorzitter, het mag misschien veel lijken om hier nu bijna 50 uur debat over gehad te hebben. Maar er zijn mensen die beweren dat om elk dossier over te brengen naar het nieuwe stelsel van elke deelnemer 80 uur nodig is. Ik hoop van harte dat dat niet waar is, want als dat waar zou zijn, loopt alles vast. Maar is er een inschatting? over of er voldoende mensen in de callcentra zitten. Want als ze 10 miljoen keer van zo'n kassabon krijgen waar allemaal een negatief ding op zit, gaat iedereen bellen. Is er genoeg bij de rechtspraak? En is er die capaciteit? Ik heb geleerd van stelselwijzigingen. Ik ben woordvoerder geweest bij het nieuwe zorgstelsel en bij de invoering van de toeslagen. Zij verbleken bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Ik zou zeggen tegen de collega's: bezind neergebegint En zorg ervoor dat u volledige informatie heeft als je dit deze stelselwijziging alsnog wil doorzetten. Dat zijn wij verplicht aan de huidige generaties gepensioneerden, aan de huidige werkenden en aan de jongeren van dit land. Want wat onze vaderen en voorvaderen bij elkaar gebracht hebben, daar dienen wij zuiniger mee om te gaan dan wij op dit moment aan het doen zijn. Dank u wel. Sorry, kort applausje mag. Eh, langer mag niet, want dan wordt hij arrogant. Dat willen we ook niet. <laughs> Dank u wel, meneer Ontzigt. Het is voorbij gevlogen, anderhalf uur.